Zorgt een diversiteitsquotum bij universiteiten voor minder discriminatie? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Minister Van Engelshoven van Emancipatie wil een diverser landschap van hoogleraren in Nederland. De minister wil universiteiten verplichten een vast percentage van de hoogleraren te laten bestaan uit vrouwen en andere culturele diverse minderheden. Deze week boog de Tweede Kamer zich over dit plan. In de studio Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Goedenavond, meneer Bisschop. Goedenavond. Voordat we over minister Van Engelshoven gaan praten, eerst even naar de politieke soap van deze week, zou je het bijna noemen. Het uiteenvallen van Forum voor Democratie. Gisteravond stapten 4 partijprominenten op, omdat Thierry Baudet nog steeds de leiding heeft in de partij. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het is goed gebruik om bij relationele problemen in een andere partij daar publiekelijk je niet zo over uit te laten. Nee. Maar ja, het is natuurlijk een buitengewoon triest gebeuren wat daar aan de hand is. Hè. Ja, maar voor het beeld van de politiek? Ja, dit is voor het beeld van het politieke als geheel is het natuurlijk een heel kwalijk iets. Hè. Ja. Dat een partij die, nou ja, toch in de peilingen het aanzienlijk beter doet dan ze op dit moment zetels hebben. Mm-hmm. Dat die op deze manier als het ware binnen een week als het ware implodeert. Hè. Dat is heel triest. En inhoudelijk vind ik het ook jammer. De SGP staat te boek als een conservatieve partij. Dat is de SGP ook, maar de SGP is veel meer nog een christelijke partij. Mm-hmm. Er is best ruimte voor een conservatieve partij. Dus een behoudende partij op rechts. Ja. Dan hoop je, de verwachting was eigenlijk dat Forum die positie zou gaan innemen. Je zou kunnen zeggen, die valt nu weg. Kiezers van u zouden ook weg kunnen lopen naar Forum. Nu die partij geïmplodeerd is, houdt u ze vast? Ja, dat zou kunnen. Dat zijn dan kiezers die zouden kiezen voor de SGP vanwege conservatieve standpunten. Dat zou kunnen, maar tegelijkertijd de stabiliteit van de SGP en de consistentie, gewoon de betrouwbaarheid, dat daardoor blijven toch wel steeds meer mensen zich aangesproken voelen. Ja. En dat zie je ook in de verkiezingsuitslagen. Weliswaar niet met grote sprongen, maar wel dat het aantal stemmers op de SGP bij elke verkiezing, dat zal er toenemen. Het rumoer in die partij Forum voor Democratie begon bij de jongerenorganisatie. U heeft ook een grote jongerenorganisatie. Is dat ook bij jullie denkbaar? Dat er zoiets gebeurt? Ja, zeg natuurlijk nooit. Alleen wat ik wel merk bij de jongerenorganisatie van de SGP, de SGPJ, dat die staan voor dezelfde uitgangspunten als de SGP. En dat er ook een heel goed en warm contact is, waarbij je goed naar elkaar luistert. En ik denk dat dat de sleutel is om te voorkomen dat je uit elkaar groeit. Hè? Als je het contact met elkaar verliest, het gesprek met elkaar te veel achterwege laat, of dat je niet over en weer naar elkaar luistert, ja, dan heb je het recept voor een botsing. Oké, laten we het aan de jongeren zelf gaan vragen. Want we hebben contact met Tom de Nooijer, lid van de SGP-jongerenorganisatie en ook SGP-raadslid in Oldenbroek. Goedenavond, meneer de Nooijer. Hele goede avond, Riekel. Ja, fijn dat u even in uitzending kunt komen. Hoe kijkt u naar die rel bij die jongerenorganisatie van Forum? Ja, ik denk dat het gewoon triest is voor meerdere partijen. Als je het hebt over de mensen die daar actief zijn en voor ziel en zaligheid staan voor rechtse en conservatieve standpunten, zoals de heer Bisschop net ook al zei, dan is dat triest. Ja. Maar het is ook triest voor de kiezer die nu misschien denkt, gisteren zagen we dat ook in Op1, dat er heel veel forumkiezers zaten en die zeiden, ja, wat moeten we nu? Mm. Naar welke partij moeten we nu over stappen? En in algemene zin denk ik dat het gewoon überhaupt schadelijk is voor de politiek. De chaos die je nu ziet binnen partijen, binnen Forum, maar ook andere partijen, SP en 50+, was het ook niet rustig deze week. Ja. Kijk, wat je ook van bepaalde partijen vindt, voor het aanzien van de politiek is het niet goed. Want er zijn heel veel mensen die nu denken van ja, laat maar zitten. Ik wil er helemaal niks meer met die politiek te maken hebben. En geef ze maar eens ongelijk. Ik snap het wel. Dus het is heel jammer. Ja, het was niet alleen bij Forum de jongeren was er gerommel. Ook bij de SP rommelde het deze week. De SGP heeft een van de grootste jongerenbewegingen van Nederland. Is daar ook zoiets denkbaar? Nou, inderdaad, zeg nooit. En blaas ook vooral niet te hoog van de toren op het moment dat het rustig is en goed gaat.
Aan de andere kant, als je keek naar wat er mis was bij het Jongerenforum voor Democratie, dat er appjes uitlekt met antisemitische, extreemrechtse, racistische uitlatingen. Ja. Ja, ik ben inmiddels al 5 jaar actief bij SGP Jongeren op heel veel plekken. Ik zit ook in heel veel appgroeps. Maar echt in die hele 5 jaar heb ik nog nooit iets daarvan gezien. Dus er worden heel veel grappen gemaakt bij ons en er is veel humor. Ja. Maar dat is dan eerder zelfs een beetje een soort van zelfspot en op een leuke manier. Maar ik heb nog niet gezien dat er ook inhoudelijke uitlatingen werden gedaan die over de schreef gingen. En dat verwacht ik ook niet bij een partij, een jonge organisatie als de SGP Jongeren. Want dat trekken we gewoon simpelweg denk ik ook niet aan. Nee, maar aan de andere kant, hebben jullie als jongeren ook invloed op de moederpartij? Ja, ik denk het wel. Dat is ook leuk om te zien. Ik denk bijvoorbeeld aan de verjonging op de lijst nu, die ik mooi vind om te zien. Onze voorzitter, Arie, staat op 11. En daar komt ook een jongerencampagne voor aan waar ik betrokken bij ben. Ja, dat is leuk om te zien. Ja. En anderzijds, Roelof Bisschop zit nu in de studio. Begin dit jaar was ik nog samen met wat andere SGP-jongeren uit de commissie Binnenland van SGP-jongeren langs in de Tweede Kamer bij Roelof Bisschop. Want we zeiden van, we zijn bezig met het thema antisemitisme. Wat kunnen we daartegen doen? Hoe moeten we de strijd tegen antisemitisme in 2020 voeren? Nou ja, en toen heeft Roelof ons ook ontvangen in de Tweede Kamer. En zag ook de bereidheid bij de SGP om te praten met de jonge organisatie. Dus dat is leuk om te zien. Dus het contact is goed. Ja, u zegt ja, verjonging op de kandidatenlijst. U staat er zelf niet op, heb ik begrepen. Jammer? Nee, dat klopt. Ach, ik ga campagne voeren voor Arie in die zin. Want ik vind verjonging altijd goed. En dat maakt me eigenlijk nog niet zo heel veel uit. Wie het dan is. Kijk, ik ben actief in Oldenbroek met veel plezier en genoegen. Dus wie weet een andere keer. We zullen het wel zien of ik ooit nog een keer ergens opkom. Het is geen must voor mij. Ik heb vooral zin in de campagne en ook voor Arie en andere jongeren die op de lijst staan, soms ook hoog op de lijst staan, daar campagne voor te gaan voeren. Ja. Ja, aan de andere kant, Arie Reijnenveld, u noemt hem al, staat geloof ik nummer 11 op de lijst. Dat is een onverkiesbare plek. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En de kans dat er op volkenstemmen wordt gekozen, dan moet je er wel heel veel halen. Zeker voor een relatief kleine partij als de SGP is dat lastig. Maar het is wel een signaal dat de SGP ook de SGP-jongeren serieus neemt. En ook het jonge talent weet te waarderen. Want de vorige keer stond de jonge kandidaat nog een stuk lager. Dus je ziet dat er steeds meer jongeren steeds hoger op komen. Dus die beweging vind ik mooi om te zien. Ja. Ja, tot slot, op wie gaat u stemmen op 17 maart? Oeh, daar moet ik nog gewoon even heel, heel goed naar kijken. Dat weet ik eigenlijk nog niet zeker. Er staan meerdere jongeren op, maar ook heel veel andere goede kandidaten van de SGP. Dus ik heb nog een heel aantal maanden om dat te gaan beslissen. Maar dat het SGP wordt, dat kan ik jou wel zeggen. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Tom de Nooijer, SGP-jongeren. Terug naar Roelof Bisschop hier in de studio. Ja? Ja. Nou, de betrokkenheid van SGP-jongeren, dat zie je bijvoorbeeld ook. Komt ook tot uitdrukking in het programma. Hè? Toen het huidige verkiezingsprogramma werd vastgesteld, 2016-17 zeg maar. Stond daar een wat genuanceerde tekst over de Europese Unie. Ja. De SGP Jongeren heeft toen een amendement ingediend om die tekst wat aan te scherpen. Mm. En die is toen, tot verrassing van onze fractie zal ik maar zeggen, is die aangenomen. Met overweldigende meerderheid aangenomen. Ja. Nou, ik bedoel, dat is ook een manier om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren en gebruik te maken. Aan de andere kant, hij spreekt over verjonging van de lijst. Ja. Als ik de top 5 zie, dat zijn 40ers en 50ers en 60ers. Ja, 60er, ja. Bij leven en welzijn 64. Ja, had er niet een 30er op moeten staan? Een verkiesbare plek? Ja, die staat ook vrij hoog wel op de lijst. Hè. Dat is wel het geval. Maar het is natuurlijk ook, ja. Binnen de SGP is het niet de traditie om zittende Kamerleden, als die gewoon normaal functioneren, om die voortijdig af te voeren. Dus, zelf de pijp aan maat te geven, begrijp ik. Ja. Is dit uw laatste periode? Die we ingaan staan? Bij leven en welzijn wel, ja. Dan, ja. Als de volgende periode, als die voorbij is, dan ben ik ruimschoots de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Okay. En ik heb niet ambitie om om in het harnas te sterven, om zo te zeggen. We gaan even naar de actuele politiek van deze week. Minister De Jonge die zegt dat de euthanasieregels niet verruimd worden, terwijl een toetsingscommissie daar wel voor is. Ja. Hoe zit dat? Ja, het lijkt een beetje een woordenspel. Hè? Nee, de regels zijn niet verruimd. En strikt genomen heeft hij gelijk. Alleen, de interpretatie van de regels, die is wel verruimd. Mm-hmm. En de minister doet net alsof dat niet gebeurd is. En dat is wel degelijk het geval. En ik had het chic gevonden als hij dat ook gewoon erkend had. Ja. Hè? Het is dus geen wetswijziging, maar een interpretatie van de wet. Ja, het is zelfs geen aanpassing van de regeling, de handleiding die artsen moeten volgen. Het is op basis van een uitspraak van de Hoge Raad.
een bijstelling van de interpretatie van die regels. Ja. En dan zeggen wij van ja, de regels zijn verruimd. Ja, de toepassing van die regels zijn inderdaad verruimd. Ja. De regels is dat een glijdende schaal, denkt u? Absoluut, absoluut. Ja, want als het nu om wilsonbekwame mensen met dementie gaat, ja. Waar leg je dan de grens? Als dat wel toegestaan is, hoe oud moet je dan zijn als je wilsonbekwaam bent? En zeg het maar, over 10 jaar echt hebben we een hele benauwende discussie over mensen met een beperking. Ja. Met een mentale beperking of anderszins. Ja, dit is echt letterlijk een levensgevaarlijke route. Ja, die we niet moeten in willen slaan, zeg. Absoluut als niet. Politiek nee. In Nederland. Nee, je dient met je vingers af te blijven van levensbegin, levenseinde. En daartussen dien je de optimale zorg die je kunt verlenen, dien je te verlenen. Heeft u daar vertrouwen in, bijvoorbeeld bij het CDA, dat die daar pal voor zullen gaan staan? Nou, ik hoop het altijd wel dat. En ik hoop ook niet alleen bij christelijke partijen, maar dat ook buiten die partijen het besef terugkomt van ja, wacht even, op het moment dat wij als mensen ingrijpen in levensbegin of levenseinde, dan meten wij ons een bevoegdheid toe die we niet hebben en die we niet aankunnen. Ik zie bijvoorbeeld onder jongeren op dit moment, en dat vind ik dus bemoedigend, een proces op gang komen. Heel veel jongeren, ook van niet-christelijke huizen, ja, die zich afvragen van ja, abortus, kun je dat eigenlijk wel maken? Want het is toch een unieke persoonlijkheid die weliswaar in wording is. En dat ga je dan zomaar doodmaken. Ja. Mag dat eigenlijk wel? Ja. En dat soort signalen, kijk, het duurt lang. Hè? Het duurt lang. Het duurt een generatie, twee generaties. Maar dat signaal, dat het mogelijk is dat ook mensen die zich niet op de Bijbel baseren, toch op hun schreden terugkeren. Ja. Nou ja, dat geeft mij moed. En daarom is het ook vooral doorgaan, blijven roepen. Mensen, dit is gevaarlijk, moeten we niet doen. Dit is een doodlopende weg. Duidelijk. We gaan even naar de Van Engelshoven. Ik introduceer het al. Ze wil meer diversiteit op universiteiten. Ja. Want er zijn te veel witte mannen, ik zou bijna zeggen zoals u, ja, die de dienst daaruit maken. Ja, nou, het is nog een graadje erger. Hè. Het gaat niet alleen om de verhouding mannen en vrouwen op de universiteiten. Ja. Maar het gaat om het wegnemen van bewuste of onbewuste gender bias. Zo noemen ze dat dan. Hè. En dat we veel te veel beïnvloed worden door heteronormativiteit. Mm. Dat staat allemaal in die stukken. Hè. Dat is niet een actielijstje van een of andere doorgeslagen linkse actiegroep. Of ja, stukken, zelf. Dus kabinetsbeleid. Kabinetsbeleid. Ja, kabinetsbeleid. En dan moet er dus flink ingegrepen worden in het denken over de verhouding tussen man en vrouw. Mm. Ik gebruikte in de Kamer dat als het voorbeeld van een natuurlijke orde. Nou, er werd schouderophalend door sommigen op gereageerd. Ja, natuurlijke orde. Wat is nou natuurlijke orde? Ja, natuurlijke orde is onder andere een scheppingsorde man-vrouw. Maar nee, we hebben wel 10 soorten. Genders. Mm. Geslachten zeggen ze dan niet, maar genders. Ja, die moeten dus allemaal vertegenwoordigd worden in die universitaire wereld. En de minister wil er ook diversiteitsofficieren voor instellen. Precies, en die diversiteitsofficieren die moeten erop toezien dat in de programma's, in de onderzoeksprogramma's en de onderwijsprogramma's, dat die diversity is, dat die gender bias vooral bestreden wordt. Ja. En dat er vooral geen sprake is van heteronormativiteit. Mm. Het beroert u nogal, zie ik. Nou ja, ik vind het te gek voor woorden. Ja. Want dit heeft niks met kwaliteit van onderzoek of onderwijs te maken. Dit is gewoon een ideologisch gedram. Ja. En die diversity officers. Nou, zal ik het eens een beetje gewoon scherp zeggen? Prima. Wij hebben een tijd gehad dat er diversity officers waren die erop toezagen dat er niet te veel diversiteit was. En dat ging dan om geestelijke, om kerkelijke, om levensbeschouwelijke opvattingen. En wij noemden dat soort commissies die daar dan op moesten toezien, dat noemden we de inquisitie. Nou ja, dit is natuurlijk geen inquisitie en geen vervolging, natuurlijk weet ik ook wel. Nee, maar u neemt wel het woord in de mond. Ja, nou ja, omdat daar ook gewoon een heel toeziend programma op is. En er is een commissie die ziet erop toe, die moet jaarlijks beoordelen, die moet jaarlijks rapporteren. Er is geld aan verbonden en als een faculteit of een universiteit
onvoldoende voldoet aan die diversiteit en inclusie, zoals dat dan gepresenteerd wordt, ja, dan heeft dat financiële consequenties. Ja, wordt ze op de vingers getikt. Ja, u verwijt die minister een activistische agenda, heeft u gezegd in de Kamer. Ja. Laten we even kijken hoe zij daarop reageerde. Ja, voorzitter, omdat ik enig activisme op dit punt wel nodig zie, omdat ik juist ook zie dat er ook allerlei bewegingen zijn om stappen terug te zetten op dit punt. En ik vind enig activisme nodig om ervoor te zorgen dat Nederland in dit opzicht een progressief land blijft. Nou, Nederland moet een progressief land blijven. Ja, alsof je dat niet kunt zijn als je niet aan die gekkigheid van die genderideologie meedoet. Hmm. Dat je daar afstand van neemt. Ja, maar bent u een roepen in de woestijn? Voor het voetlicht vaak wel. Ja? Maar achter de schermen dan komen niet-christelijke Kamerleden. Die schieten aan en zeggen, jongen, Roelof, goed gedaan. Okay. Ze moeten stoppen met die gendergekte. Mm. Dat zeggen ze. Maar ze wagen het niet om dat achter het katheder te zeggen. Ja. Want ja, kijk, en het geraffineerde is dat dat gendergebeuren, die genderpolicy, dat wordt vaak dan voorgesteld van, ja, dat gaat over de verhouding man-vrouw en gelijke behandeling enzovoort. Daar kun je toch niet tegen? Nee, natuurlijk ben je daar niet op tegen. Maar daaronder liggen dus die ideologische ontwrichtende aspecten. Ja. En dan spreken ze over gender bias en heteronormativiteit, wat heel fout is. Het is me duidelijk. We gaan zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Ik wil nog even met u naar een laatste onderwerp. Dat zijn de kinderen uit Moria. Zoals we allemaal weten, eerst was er 500 wilden naar Nederland halen. Toen in een compromis is dat 100 geworden. 2 maanden geleden is het afgesproken. Die kinderen zijn er nog steeds niet. Nee, maar die kinderen zijn er ook niet. Dus is dit een wassen neus? Het is een vooral symboolpolitiek. Kijk, wat er gebeurt op Moria, dat is vreselijk natuurlijk. Ja. Hè? Die kampen, dat is te gek. Kennen we allemaal de beelden van? Kennen we de beelden ervan. Maar je helpt die situatie niet verder door er een 100 mensen uit te halen en zeggen van oké, okay, jullie mogen dan naar het vasteland, mm-hmm. naar Nederland komen. Wat je moet doen, en daar hebben wij voor gepleit, een grote operatie en een militair civiel en zorgen dat die kampen, dat er op korte termijn duidelijkheid komt wie heeft het recht op de status vluchteling, ja, en wie is er een migrant. Ja. Als je het negatief om onderscheid bij de bron te maken. Om daar onderscheid te maken. En de migranten die moeten terug naar het land van herkomst. Die komen uit veilige landen. Ja. En vluchtelingen komen uit onveilige landen. Ja, nou de ChristenUnie heeft een motie ingediend dat met die mensen, die kinderen, voor de kerst in Nederland moeten zijn. Ja. Maar dat gaat niet lukken, zeg. Dat gaat niet lukken. Nog afgezien van de vraag of dat aantal waar het om gaat, of dat aantal kinderen er daadwerkelijk wel is, dat voldoet aan die criteria. En ja, neem je andere kinderen, dan heb je het risico dat er nog een hele stoet familie achteraan komt. Ja. Dan neem je niet één kind op, maar dan neem je een veelvoud van vluchtelingen op. Ja. Ja, kijk, en als het dan om vluchtelingen gaat, dan zeg je oké, okay, daar moeten we een warm hart voor hebben. Ja. Die ontvangen we. Daar zorgen we voor. Maar het gaat ook in heel veel gevallen om, inderdaad, om migranten die geen recht hebben op die vluchtelingenstatus. Ja, want dit is onderdeel van het asielbeleid. Maar het lijkt wel of dat een hoofdpijndossier voor heel veel kabinetten Rutte is geweest tot nu toe. Ja, ja, voor alle kabinetten Rutte en ook daarvoor al. En dat heeft onder andere te maken met het door elkaar lopen van vluchtelingenstromen en gelukzoekers, zal ik maar even zeggen. Ik wil dat woord verder niet gebruiken, maar zo wordt die groep migranten vaak aangeduid, die gewoon op goed geluk naar Europa komen in de hoop hier een beter bestaan of een beter inkomen te verwerven. We moeten afronden, dus Dat loopt door elkaar, ja, en daarom blijft dit een hoofdpijn dossier, tenzij je bereid bent om aan de bron die scheiding te maken en de ruimte hebt om de migranten, de gelukzoekers, om die eruit te halen. Bij de eerstvolgende vliegtuig terug te sturen naar het land van herkomst. Prima, ook hier wordt vervolgd. Zeker, daar zullen we nog veel over horen. Dank voor dit gesprek. Roelof Bisschop. Graag gedaan. Namens de SGP. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Goed weekend en graag tot dan. Dag.